Nou, Sharifa en ik zijn samen bezig met het project vanuit Bombida, toen wij het project uitvoeren. We zijn ermee begonnen door een hele organisatie te plannen waarin wij verschillende activiteiten gingen doen. Waarbij wij dus de bejaarden naar verschillende locaties zouden brengen over het hele eiland. Waarbij ze ook natuurlijk samen zouden komen en ook iets meer leren over het eiland. Zoals bijvoorbeeld vandaag staan wij hier bij Magazine Diree. Hierbij gaan ze wat leren over de geschiedenis van Bonaire en de historie erachter. En leren ze meer over hun eigen cultuur. Daarnaast, in de volgende planning, hebben we ook bijvoorbeeld valpreventie. Dan gaan we leren hoe de ouders zichzelf kunnen helpen als ze vallen. En daarnaast hebben we ook leuke activiteiten. We zijn bezig met allerlei plannen, zoals misschien met het Thermar Museum. Ervoor zijn we naar verschillende Centro di Barrios geweest om leuke activiteiten te doen. Bingo en lokaal spelletjes en allerlei leuke dingen. De bejaarden vond het heel tof. De eerste week toen we het deden uitvoeren, was de eerste activiteit was ook bingo. Toen onze introductie, en daar hebben we ook spelletjes gedaan zoals Pictionary. En daar vonden de ouderen het vrij spannend, want ze zagen elkaar voor het eerst. Vooral de eerste groep die we hadden, die vonden het allemaal heel erg spannend. Maar uiteindelijk, in de tweede week, kwamen ze toch weer samen en kregen toch vriendschappen wat eigenlijk ons doel was. Want ons doel was om samenkomst te creëren en ze ook een beetje te activeren. En dat ontstond. En dat was heel mooi te zien. En vanaf dat punt zijn eigenlijk elke groep zijn super hecht geworden. En we kennen elkaar goed. En elke keer als ze in de bus zitten, hier naar een activiteit toe, of als ze hier zitten, bijvoorbeeld vandaag. Dan genieten ze enorm en ze zitten alleen maar te kletsen met elkaar. Ze hebben weer die sociale contacten weer, wat ze heel erg nodig hadden. Ik wil het alleen maar doorzetten. Je ziet echt hoe gelukkig je de mensen hier maakt. En het zijn echt mensen die echt heel alleenzaam zijn en die dan toch door... Die kijken echt elke week vooruit van, er is weer een activiteit. En dat staat dan op de agenda bij hun heel, heel schattig. En dan ook elke keer als ze hier bij een activiteit zijn, vragen ze weer, volgende week, wat gaan we dan doen? Of welke tijd? Dus je ziet, het stimuleert de ouderen enorm. En de sociale contacten zijn, zeker nu met de corona, heel belangrijk voor deze mensen qua mentaal.